wij vonden het leuk om ook een stuk van Astor Piazzolla mee te nemen. Een tango, Esqualo heet het. Het leuke van deze tango is en dat hij niet zo heel erg vaak gespeeld wordt. Het is niet een van de allerbekendste tango's. Wij spelen hem heel graag. Het is een hele afwisselende tango. Er komen verschillende maatsoorten in voor. Er komen stukjes in voor die bijna lijken te zweven. En ook stukjes die eerder een beetje gewelddadig kunnen zijn. Het is een tango waar echt alles in zit. Ja, in Piazzolla zit inderdaad veel ritme is denk ik het belangrijkste. En dan is klankkwaliteit opeens van een hele andere orde. Dus dan kan je ook meer krasserig geluid maken, inderdaad. Of juist of een keer een groot glissando. Of het gaat meer om de effecten van het ritme dan om de preciesheid van de klank. En dat geeft dat is soms wel bevrijdend om dat te kunnen spelen. In Esqualo zie ik mijzelf echt als het begeleidingsorkest. Niet zozeer als één bandoneon of één piano of één wat dan ook. Het is een vrij groot en fors stuk met veel tonen tegelijkertijd. Dus daar heb ik een vrij orkestrale functie, naar mijn idee. Maar dan wel een tango-orkestje, geen symfonieorkest. Maar de elementen zitten er nog in. Ja. Een bepaalde passage, daar zou je op kunnen dansen. Maar dan kan er opeens een gekke wending zijn, tempowisseling. En dan, dan zou je een ander dansje over moeten gaan in een andere dans plotseling. En dan weer in een andere dans. De elementen van originele tango, dus de vurigheid en de passie en alles wat daarbij hoort, dat komt in de muziek van Piazzolla absoluut terug. Dat heeft hij allemaal behouden. Alleen hij heeft het op een bepaalde manier naar een iets hoger plan getild door ook klassieke en jazz elementen aan toe te voegen.